Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dit wordt weer een weekvlog, weer een keertje, dat is alweer een tijdje geleden. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vinden, doe dan zeker even een duimpje omhoog en vergeet je onder zeker niet te abonneren. En laten we maar lekker gaan beginnen met de video. Hoi allemaal, goeie avond. Ik lig hier nu lekker in bed. Het is vandaag maandag. Ik ben nu even de weekendvlog aan het editen. Maar dit wordt een weekvlog. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Zeker even een duimpje omhoog. En vergeet je onder zeker niet te abonneren. En laten we maar gewoon lekker gaan beginnen. Het is vandaag dinsdag. Hoi allemaal. Het is inmiddels avond. Toen ik thuis kwam, was ik in slaap gevallen omdat ik super moe was. En nu is bijna 12:30 s'nachts. En nu word ik pas klaar wakker. Nou ja, omdat ik natuurlijk heel lang in slaap ben gevallen. Dus wees verstandig en doe mij niet na. Goedemorgen allemaal. Ik word net wakker. En het is vandaag woensdag. En ik ga zo uit mijn bed. Good morning. Ik ben echt trots op mezelf. Ik ben gewoon uit bed gekomen. Ik ga nu even verwarmen zetten. En als het warm is, kan ik pas echt uit bed komen. Het is hier super koud. En dan kan ik pas dingen gaan doen. Dus wat ik ga doen, ik ga lekker de verwarming aanzetten. En tijd om uit bed te komen. Sorry dat ik heel dag niet heb gevlogd. Ik zat even niet lekker in mijn vel. Ik ben inderdaad staat ook echt heel erg moe. Dat ik echt alleen maar wil slapen. En ja, dat het mentaal gewoon even niet helemaal lekker gaat. Dat heb je ook gewoon. Dus daarvoor wil ik sorry zeggen. Ik wil er een video vandaag opnemen. Maar het is helaas niet gelukt. Dus ja, sorry. Ik ga nu lekker even een spelletje spelen en even gewoon wat dingetjes voor mezelf doen. Wat ik fijn vind om te doen. Dus dat ga ik doen. En ik heb zoveel buikpijn. En dat is niet fijn. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Het is weer donderdag. Het gaat echt mega snel. Ik heb het lekker omgekleed. Want ik moet zo naar mijn werk. Alleen ik heb echt heel veel pijn aan mijn arm. Nog steeds. Ik weet niet wat het is. En ook aan mijn pols. Dus dat is helemaal niet chill, fijn of wat dan ook. Maar ja, ik heb net lekker even leuk opgemaakt voor mijn werk. Ik ga vanavond de haar verven. Oh mijn god. En ik moet straks even naar de huisarts. Bellen denk ik voor mijn arm. Want dit voelt niet goede pijn aan. Het is heel gekke pijn. Ik ga van boven helemaal naar beneden en doet echt mega veel pijn. Dus ik wil eigenlijk wel weten wat het is. Of, want dit zijn wel hele pijnlijke steken. Want ik moet wel gewoon in de horeca kunnen werken. En onder mijn neusje kunnen werken. Dus ik wil graag dat het beter wordt. Dus ik ben zo benieuwd. Dit heb ik aan, dit leuke blouseje die ik voor mijn moeder heb gekregen. En dan deze broek van een jurk en dan mijn laarsjes, zwarte laarsjes, want daar ken ik in horeca. En dan moet je een soort gekleed zijn en daar krijgen we een blouse. Dus. En ik heb vannacht weer hele erge buikpijn gehad, wat niet normaal was. Top, helemaal niet fijn en nog steeds pijn van mijn arm helaas. Maar ik ga mijn tas nu klaarmaken voor werk. Dus let's go. Eigenlijk ben ik wel heel trots op mezelf. Dat ik gewoon niet in het trainingspak nu loop. Ja, echt trots. Hoi, ik heb mijn haar even in de verf gezet. En hier een folietje met wat donkerder paars verf. Dus dat is super leuk. En nu ben ik even eten aan het maken. Dat is top. En ik ga je dek ook even het eindresultaat laten zien. En nu ga ik even chillen met Fluff. Wat kijk je me aan? Fluffy!
Mijn mooie schilderij hangt eindelijk. Ben ik met Sissy. Die heb ik van mijn buurmeisje gekregen. Echt mega lief. Ik ga hier nu lekker een gezellig hoekje maken. En lekker in bed liggen. Want ik heb het koud en ik moet zo gaan slapen. Goedemorgen allemaal. Ik word net wakker. En ik moet een beetje gaan opschieten. Want ik moet zo gaan bloed spreken en gaan werken, weet ik het wat. Dus het is altijd een druk dagje. Maar ja, wij kunnen dit. Dus let's go. Oh ja, en gisteren is mijn schilderijtje gekomen. En heb ik het daar opgehangen van Sissy en mij. Maar ik ga me nu lekker omkleden. Let's go. Hoi allemaal, het is inmiddels vrijdagavond en ik heb eigenlijk niet gevonden, omdat ik eigenlijk gewoon vanmiddag echt even mijn slaap heb gepakt, mijn rust heb gepakt. De pijn die ik had toen in de avond ben ik hier lekker gaan chillen met Fluffy en die ging echt van die boksprongjes maken, echt heel schattig. Dus daar heb ik lekker van genoten, ik heb even stof gezogen, ik heb nu weer last van mijn arm. Dus nu is het weer tijd om rust te pakken. Ik ga de dingen even in oplader doen die nodig zijn. Ja, ik wil zeggen dat het geen makkelijk week voor me was. Dat het een beetje met tegenslaap, met ups en downs waren. En ik hoop dat ik wel gewoon een superleuk weekend heb, ondanks de pijn. Ik moest morgen natuurlijk ook bloed prikken. En daar heb ik maandag de uitslag van. I'm so benieuwd. Dus ik ga zo lekker slapen. Morgen ga ik gezellig naar mijn oma toe. Waar mijn moeder slapen. Dus dat is super gezellig. En dat is de plan van morgen. En ik ga zo lekker slapen. Nog even mijn telefoon. Mijn watch in opladen doen. En lekker slapen. Want slapen is even heel belangrijk voor mij. Dus dat gaan we zeker even pakken. En dan zie ik jullie gewoon morgenochtend weer. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik word net wakker. Het is nu 9:30. Naar beneden wil ik rond 9:15. Ik ben nu 9:30 aan mijn bus. Want dan ga ik lekker naar mijn oma en lekker. Naar mijn family. En ik heb zoveel motivatie om af te vallen. Dus meer gezonder te leven, zeg maar. Dat ik gewoon minder opgeblazen ben. En dan voel ik me gewoon chill, snap je? Minder opgeblazen is gewoon beter. Dag Fluffy! Hoi allemaal, ik loop nu naar mijn oma en ik heb weer heel veel zuur van mijn arm, I can. Maar ja, het is gewoon mijn oude buurt, echt heel grappig. En ik heb echt heerlijk om te lopen, lekker naar oma. Ik heb appeltaartje meegenomen, dat wil ze heerlijk vinden. Ik weet niet of ik daar echt iets kan vloggen, want ik weet niet hoe het is bij mijn oma. Dus ik denk het niet, dus I'm so sorry. Ik ga nu lekker naar toren lopen. Het regent zoals je hoort. Dus ik ga niet meer praten over mijn camera. Nat, dus tot later. Hoi. What the fuck? Maar, hoi. Ik ben mijn moeder. En ze heeft een lekker courgettesoepje voor mij klaargezet. Dus dat ga ik vanavond lekker even opeten. Het ruikt echt heerlijk. Ik ben net heel hard door mijn pols heen gegaan. En ik heb nog steeds heel veel pijn aan mijn arm. Maar als ik rust hou en lekker op de bank lig, gaat het allemaal wel. Dat is de koekjesla. Ik geef wat drinken pakken en medicijnen innemen. Dus dat ga ik nu even doen. Dat is echt heel gezegd. Maar... Oké, mensen. Ik
heb dus lekker even mijn gezicht gereinigd. Helemaal goed. Weer een lekker zacht huidje. Alleen hier heb ik een pukkel. En hier op mijn neus ook. Echt vervelend. Maar wat ik nu ga doen is, ik ga lekker in bed liggen. En zo lekker slapen. Want ik ben heel erg moe. Dat zien jullie denk ik ook allemaal. Dode gezicht. Dus ik ga lekker in bed liggen. Want morgen wordt weer een pittig dagje. Waar ik mijn spieren heel veel voor nodig heb. Dus ik wil het nu even gewoon even laten uitrusten. Ik ben benieuwd wat maandag de uitslag is. Of course, maar dat zien jullie de volgende week. Vloggen. I'm so sorry. Dus dat eigenlijk. Verder heb ik nu niet echt meer te vertellen dat ik gewoon in bed wil liggen. Ik vertel morgen wat er meer aan de hand is met me. Maar dat is voor morgen. Good night. Goedemorgen mensen. Ik moet echt uit bed komen. Mijn haar ziet er helemaal niet meer uit. Ik heb echt heerlijk geslapen. Ik heb echt iets van 10 uur of zo geslapen. Dus dat is echt heel erg fijn. Maar nu moet ik van mezelf gewoon mijn bed uit. En ik word wakker door dit zonlicht. Helemaal mooi. Hier word ik toch happy van. Ik wou dat ik in mijn kamer gewoon zo'n mooi licht had. Maar dat heb ik helaas niet in mijn kamer. Omdat ik daarvoor één raam heb. I can't. Maar goedemorgen. Ik ga me nu lekker omkleden om naar stal te gaan. Hoi allemaal. Ik lig hier lekker in mijn bedje. Ik heb lekker mijn chillpakje aangedaan zoals jullie zien. Maar ik wil het even met jullie ergens over hebben. Ik zat deze week echt momenteel niet lekker in mijn vel. Ik had een beetje last van mijn spieren, vooral mijn armen. Daarvoor ben ik mee zijn bloed prikken. Het kan misschien ook met mijn schildje te maken hebben. Dus daarvan heb ik de uitslag. Waarschijnlijk morgen, dat zien jullie dus in de volgende week vlog. Ik ga ook even andere soort video's maken voor jullie. Omdat ik het gewoon ontzettend leuk vind om te doen. Dus hou mijn kanaal zeker weten even in de gaten. En mijn konijn zit me uit te dagen. Maar ook zat ik mentaal gewoon echt gewoon even in een dipje. Nergens zin in, heel te moe. Ik wil alleen maar slapen. En dat soort dingen. Maar ik kom er wel weer uit. Ik neem gewoon even wat tijd voor mezelf. En ik doe wat goed voelt. En dat wilde ik toch gewoon even gezegd hebben. Niet, het leven hoeft niet perfect te zijn. Of wat dan ook. Maar wat voor video's willen jullie zien? Laat het vooral even weten hier. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie volgende week weer met de nieuwe weekvlog. En ik ga proberen 2 keer per week up te gaan lopen. Want dat wil ik echt gewoon heel graag. En tot de volgende video. Doei doeg. En vergeet geen duimpje omhoog te doen. En hieronder te abonneren.